Het is weer tijd voor een gloednieuwe transfer video. Hopelijk heb jij er zin in. Laten we heel snel beginnen met alle transfers. Abonneer nog even op Twinity als je dat niet hebt gedaan voordat de video begint. Dan zou je me natuurlijk weer enorm mee helpen. En een enorme van de mensen die altijd kijken is niet geabonneerd. Dus doe dat heel even. Eerst nog heel even dit. Ik moet weer even heel snel over Sorig. Ik weet het, ik doe het de laatste tijd al vaak. Maar het nieuwe seizoen begint. En het is echt perfect om nu te beginnen. Sorig heeft speciaal voor ons weer een speciale link aangemaakt waardoor jij een enorme boost kan krijgen aan jouw club. Maak je namelijk nu een account aan. Via de link krijg jij op je eerste kaarten die je op bot koopt tot wel 50% korting terug. Dat kan oplopen tot 20 euro. Volgende week komen naar alle waarschijnlijkheid ook de nieuwe 2024 kaarten van steeds meer clubs online. Er zijn nu al een paar kaarten online, maar ook die van de Eredivisie gaat er waarschijnlijk aankomen. En dan kunnen we dus ook de nieuwe collecties voor het komend seizoen gaan samenstellen. Voor als je nog niet weet hoe Sora werkt, het is een heel simpel spel waarop je heel veel leuke prijzen kan winnen. Je kan meedoen met gratis competities. Laat ik even zien hoe dat werkt. Je maakt namelijk een 5-a-side team waarbij je sowieso zo vrijblijvend het spel kan uitproberen. Met deze gratis kaartjes kies je een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en een extra speler. En aan de hand van hoe goed deze spelers in het echt doen, met een aanvoerder die een boost krijgt, win jij punten en kom jij hoger in de ranglijsten staan. Eindig je heel hoog, win je prijzen zoals geldbedragen, voetbaltickets, nieuwe Sorig kaarten, voetbalshirts, eigenlijk alles wat al met voetbal te maken heeft. Je kan het meedoen in betaalde competities, dan zijn de prijzenpotten veel hoger en dan kan je dus echt meedoen om de grote jongens. Speel je nog geen Sorig, meld je dan dus aan via de link in de bio, want het nieuwe Europese seizoen is weer van start en je merkt op Sorig dat weer enorm veel mensen aan het meespelen zijn voor de nieuwe prijzen. We beginnen vandaag met Geertruida. We hebben Geertruida al vaker benoemd in onze video's afgelopen zomer, met vooral een overstap naar Leipzig. Die leek geknapt te worden omdat Feyenoord veel te veel geld vroeg voor Geertruida. En ook gewoon daadwerkelijk zoveel geld wil hebben. Omdat ze anders geen financiële noodzakelijkheid zien om Geertruida te laten gaan. En ze heeft gewoon nog een contract. Op zich is het slim van Feyenoord. Alleen nu komt het volgende geval dat Pavard een transfer wegmaakt bij Bayern München. En dat Bayern op zoek gaat naar een nieuwe verdediger. En Pavard was natuurlijk een speler die zowel op rechtsback als op centerback kon spelen. En als je zo'n veelzijdige verdediger als opvolger van Pavard zoekt, dan kom je eigenlijk al heel snel uit bij Geertruida. In Duitsland wordt er dus ook al veel over gesproken. En waarschijnlijk gaat Bayer wel een bod doen op Geertruida om hem naar Duitsland te halen. Ik geloof dat Geertruida zelf op zich wel welwillend tegenover zo'n transfer zou staan. Alleen moet er dus wel veel geld betaald worden aan Feyenoord. Wat we ook weten is dat de afkoopsom van Geertruida bij Feyenoord 40 miljoen euro is. Stel, Bayer wil hem echt kost wat het kost hebben, dan zal dus die clausule van 40 miljoen euro geactiveerd moeten worden. Of Feyenoord zou akkoord moeten gaan met bijvoorbeeld een bedrag rond de 30 miljoen. Wat mij misschien wel iets realistischer lijkt. Ik denk dat 30 miljoen voor Geertruida best een prima bedrag is. Voor Feyenoord meer problemen als Geertruida weg zou gaan. Een enorm belangrijke schakel achterin natuurlijk. Nou, als je, stel je kan 40 miljoen voor Geertruida vangen, dan moet je dat toch gewoon accepteren en dan moet je hem laten gaan, lijkt mij. Dus ik denk dat als Bayern's interesse concreet is, dat Geertruida nog altijd weg zal gaan bij Feyenoord. Mohamed Kudus sloot zijn periode bij Ajax mooi af. Hij maakte een hattrick in zijn laatste wedstrijd in de Europa League voorronde tegen Ludogorets. En hij gaat nu waarschijnlijk naar West Ham United toe. Ik zeg waarschijnlijk omdat, ja, het is nu eigenlijk sowieso al rond. Alleen, er waren nog een paar geruchten. Een paar uren de afgelopen dag voordat die transfer naar West Ham zou maken, dat een paar clubs uit Saoedi-Arabië wilden proberen die transfer te kapen, is er waarschijnlijk gewoon niet gelukt. En West Ham is dus de club die er met Kudus vandoor gaat. Een bedrag van rond de 45 miljoen euro lijkt ermee gemoeid te zijn. En Ajax, ja, gaat meteen door en zoeken naar een opvolger waar we dadelijk op uitkomen. Het is een transfer die we wel al langer zagen aankomen. Die ook vanuit Ajax' standpunt niet per se had hoeven te gebeuren. Als Kudus wilde blijven, hadden ze dat enorm graag gedaan. Maar de situatie was een beetje onhoudbaar. En als Ajax zoveel geld kan krijgen en Kudus wil zelf weg, en er is interesse voor Kudus vanuit een mooie club, dan zijn eigenlijk alle boxjes wel afgevinkt om zo'n transfer te laten gebeuren. En dat gebeurt dus nu ook. Hopelijk gaat hij bij West Ham goed doen. Ik denk dat hij daar best wel wat minuten kan maken. En ja, ik ben heel benieuwd. Ja, en dan gaan we het even hebben over een opvolger naar Ajax. Om te beginnen met Thiago Almada. Een speler die echt al jarenlang wordt gezien als een van de grootste talenten. Misschien wel het grootste talent in de MLS.
en wereldwijd ook best wel een naam al heeft. Als Thiago Almada echt concrete interesse heeft van Ajax en hij zou er naartoe gaan, dan is dat misschien wel een minstens zo goede opvolger voor Kudus. Dus ik denk dat als Ajax deze transfer kan maken, dat ze er echt alles en echt alles aan moeten doen om hem ook daadwerkelijk te laten gaan. Het is een van de beste spelers die de MLS momenteel heeft. En ik denk toch, als je in Europa speelt, en het maakt niet zo heel veel uit waar, dat de stap naar een andere Europese topclub vaak wat makkelijker is dan wanneer je in de MLS speelt, of in Zuid-Amerika speelt, of in Afrika of in Azië. Het is toch wel makkelijker als je in Europa speelt en heel snel een hogere opstap wil maken naar een andere club uit Europa. Desalniettemin zie je ook wel vaker bij andere spelers dat het ook vanuit Amerika kan. Maar als Ajax is, wat zou kunnen doen, zou dat heel mooi zijn. Er wordt gesproken over dat Ajax gaat proberen voor 15 miljoen euro los te krijgen. Maar er zijn ook heel veel geruchten die zeggen dat Elenda gewoon rond de 30 miljoen euro wil. Dat dat zijn vraagprijs is. En 30 miljoen euro is denk ik te hoog. Ondanks dat ze zoveel geld voor Kudus krijgen, verwacht ik niet dat Ajax heel snel 30 miljoen euro zal wegtikken voor één speler. Aangezien je niet eens een speler als Ziyech kunnen aantrekken. Of een speler als Van de Beek. Misschien dat daar wat minder interesse in is. En dat ze echt al een pijl op Almada gaan focussen. Het zou kunnen. Het zou heel vet zijn. En dan nog één klein Ajax nieuwtje. Dat is die van Diogo Jota. De derde Ajax nieuwtje van de video. Dit is ook de laatste. Ja, Jota, de speler van Liverpool, speelt daar niet enorm veel. Maar toch, ja, hij was geloof ik volgens mij ook deels geblesseerd. Weet ik eigenlijk niet precies. Maar in ieder geval kwam in één keer nieuws naar buiten dat Ajax geïnformeerd zou hebben. Ik geloof zelfs ook wel meerdere iets concretere bronnen bij Liverpool of Jota beschikbaar was. Ik weet dan ook niet precies wat voor een deal ze zouden willen maken. Ajax heeft in ieder geval gewoon meteen een deur in het gezicht gekregen. En dat lijkt me ook een hele onhaalbare speler eigenlijk momenteel voor Ajax. Een speler die bij Liverpool nog genoeg tijd heeft om zichzelf daar te ontwikkelen. En ja, als je dan nu een stap maakt naar Ajax, zou dat voor Ajax geweldig zijn. Een enorm grote naam. Maar het is logisch dat deze transfer niet gaat gebeuren. Wel een interessant gerucht die ik alleen maar vanwege die reden graag in de video wilde benoemen. En ik zet nooit een kans van 0% neer. Omdat, ja, je weet maar nooit. Het kan ooit altijd gebeuren. Dus vandaar. Bas Dost blijft in de Eredivisie. Gaat naar NEC toe. Maakt daarmee weer een nieuwe overstap naar een nieuwe club. Werd eerder nog gesproken dat FC Groningen ook interesse zou hebben. Maar ja, om dan naar de KKD te gaan. Vorig jaar bij Utrecht was het geloof ik met vlagen nog wel redelijk. Weet je, het is wel echt een speler. Als je je systeem daarop af kan stellen, dan heb je daar wel nog altijd heel veel aan. Ondanks dat hij oud is. Ondanks dat hij heus wel weer een aantal wedstrijden geblesseerd zal zijn komend seizoen. Het is gewoon een prima versterking en prima ervaring om in je selectie te hebben, lijkt mij. En dus is het ook al slim van NEC dat ze Bas Dost binnenhalen. Nog zo'n speler met heel veel ervaring is Eden Hazard, die nog altijd transfervrij is. We hebben het al een paar keer over hem gehad in deze transferperiode. Dat het raar is dat geen enkele club interesse heeft in een transfervrije speler met zo'n grote naam. Die je, als je hem een goedkoop contract kan aanbieden, ook, zeg maar, van enorm grote commerciële waarde is. En dat is nu waarschijnlijk ook de reden dat Crystal Palace hem wil aantrekken. Commercieel is het gewoon slim voor de club als ze een speler als Eden Hazard kunnen aantrekken. En er gaat dan waarschijnlijk ook om een prestatiecontract. Een contract dat dus zal oplopen naarmate Eden Hazard minuten zal maken. En dan maakt hij meer, weet ik veel, bonussen op basis van een aantal doelpunten, assisten, dat soort dingen. Heel erg slim als Palace het doet. Ik hoop echt dat Hazard, hij is 32, dus hij kan nog een paar jaar meevoetballen, in Engeland gewoon wel zijn draai kan vinden. En dat we weer een kleine glimp van die oude Hazard kunnen zien. Die we een aantal jaar geleden, ja, bij Real Madrid hebben we hem eigenlijk nooit echt gezien. Maar wel natuurlijk daarvoor bij Chelsea. Daar was hij echt een van de beste spelers van de wereld een paar jaar. Alleen daarna is het alleen maar afgezakt. En is hij nu zelfs een vrije speler. Nog eind augustus een vrije speler. Mohamed Salah naar Saoedi-Arabië. Een transfergerucht dat de afgelopen dagen heel veel over geschreven is. Maar Jurgen Klopp was vrij duidelijk in de persconferentie dat er geen concreet bod is geweest van Saoedi-Arabië aan Liverpool. Het ging om Al-Ittihad. En dat Salah niet beschikbaar is. Ik denk dat Salah deze overstap zelf misschien wel wilde maken. Dat werd ook zo geschreven in de media. Hij wilde zelf graag in een land spelen waar moslim de religie is, zeg maar, omdat hij zelf moslim is. Dat werd als reden genoemd. En hij zou al dichtbij een persoonlijk akkoord zijn met Al-Ittihad. Maar ja, als de clubs niet met elkaar overeen kunnen komen, gaat die transfer ook niet gebeuren. Fans van Al-Ittihad zaten al allemaal met maskers van Salah op in het stadion. En er zal vast wel genoeg geld
makkelijk tegenaan gesmeten kunnen worden. Maar als Liverpool hem niet laat gaan, en dat moeten ze ook echt niet doen, want ja, dan valt daar echt heel veel weg, dan zal dat ook niet gebeuren. Dus Salah zal blijven, maar we hebben Jurgen Klopp een aantal weken geleden ook al iets horen zeggen in een persconferentie wat ook niet klopte. Hij vertelde toen namelijk dat Moises Caicedo een akkoord had met Liverpool. En dat bleek niet te kloppen. Of in ieder geval, de clubs hadden een akkoord en hij was ervan overtuigd dat Caicedo zich bij Liverpool zou toevoegen. Dus het is nog even afwachten, maar ik verwacht niet dat Liverpool hem nog kwijt zal raken. Daarnaast is er nog een klein extra dingetje waar we op moeten gaan letten met Saoedi-Arabië. Hun transfermarkt, hun transfer deadline day, loopt pas ergens midden september af. Eigenlijk is het oneerlijk, want ook daar is de competitie gewoon al begonnen. Maar dat betekent dus dat we dadelijk in een situatie komen dat in Europa, ik geloof dat in België ook de transfermarkt iets later afloopt en in Turkije ook. Maar dat sommige landen alleen maar spelers kunnen aantrekken en sommige landen alleen maar spelers kunnen kwijtraken. Voor de Eredivisie zou dat een probleem kunnen zijn. Als Kudus bijvoorbeeld nu niet naar West Ham gaat en over 2 weken kan die wel naar Al Ittihad, dan kan Ajax er dus niet meer voor terughalen. Een beetje raar dat het zo werkt. Maar goed, Salah naar Al Ittihad gaat dus naar alle waarschijnlijkheid dingen niet gebeuren. Doku! Jeremy Doku gaat weg bij Salah rennen en hij gaat naar Manchester City toe. Een van de grootste aankopen van City dit seizoen. Ik geloof dat hij op plek nummer 2 staat onder Kvaratskhelia. 60 miljoen euro wordt er voor hem betaald. Het is eigenlijk altijd wel al een talentvolle aanvaller geweest. Het is wel heel veel geld dat er voor hem betaald wordt. Zo enorm veel heb ik niet echt per se van hem gezien. Misschien onder de Belgische kijkers wel. Bedragen variëren een beetje. Sommige staat 60 miljoen, sommige staat 65 miljoen. Ook dit zal weer, zoals bij zo heel veel transfers altijd zo is, liggen aan de bonussen die wel of niet getriggerd worden. En dat ligt dus puur aan Jeremy Doku zelf. Ja, interessant. Er wordt heel veel geld betaald. En ik hoop voor Man City dat die gaat slagen. Ze zijn natuurlijk Mahrez kwijtgeraakt. Misschien een beetje een opvolger voor hem. Maar verder zijn ze niet heel veel andere belangrijke aanvallers kwijtgeraakt. Romelu Lukaku zit nog altijd in een shit situatie bij Chelsea momenteel. Hij wil weg. Chelsea wil dat hij ook wel weggaat. Alleen Chelsea wil een bedrag voor hem hebben. Chelsea wil gewoon dat er een club komt die hem ook kan betalen en die hem niet voor een klein bedrag laat weggaan. Dat lijkt niet te gaan gebeuren, want eerdere transfers met Inter, met Juventus, met Tottenham is nu heel recent, lijken allemaal zo te zijn dat hij daar niet naartoe gaat omdat Chelsea te veel geld wil. Maar nu heeft Roma heeft geïnformeerd of ze misschien nog een jaar kunnen lenen. Net zoals ook al het geval was bij Inter afgelopen jaar. Ik denk dat Lukaku hier zelf wel naartoe wil, omdat Mourinho daar de trainer is. En hij eerder in zijn periode bij Chelsea, waar hij eigenlijk echt uitgroeide, ook samenwerkte met Mourinho. Roma is bezig met het bouwen van een heel leuk project onder Mourinho momenteel. Dus ik hoop dat Lukaku zijn best gaat doen om een huurtransfer af te kunnen dingen bij Chelsea. En als er geen andere club meer komt, dan is het voor Chelsea ook beter om hem gewoon te laten gaan naar Roma en hun een deel van dat salaris te laten betalen. Anders heb je het hele jaar een ongelukkige Lukaku op de bank zitten, waar je dan zelf een volledig salaris voor moet betalen. Het zou win-win zijn. Het lijkt me wel lastig voor Roma om dit rond te gaan laten maken, omdat dat dus ook andere clubs al zijn geweest die wel een transferbedrag wilden betalen. Maar goed, Roma, doe je best. Wie weet gaat het lukken. En dan Kylian Mbappé. We hebben het echt al zo vaak over hem gehad. En steeds is er weer ander nieuws. En vandaag is er weer nieuw nieuws. Want het nieuwe nieuws is namelijk nu weer dat Mbappé dus waarschijnlijk sowieso dit seizoen blijft. Wat Mbappé eigenlijk altijd al heeft gezegd. En dat Paris hem ook dit seizoen wil houden. Alleen er moet wel een nieuw contract getekend worden. En daar zouden nu weer gesprekken plaatsgevonden hebben die positief verlopen zijn. En er zijn 2 nieuwe opties voor zijn contract. 1 is nog 1 jaar extra. En de andere is direct tot en met 2025. En waarschijnlijk wil hij dat eerste gewoon hebben. Contract dat hij eigenlijk al had, waar hij gewoon steeds ieder jaar kan kiezen of hij weg wil en nog 1 jaar langer vast blijft. Allemaal heel erg logisch. We hadden eerst nog over het nieuws dat Real Madrid, dat is het laatste nieuwtje rondom Mbappé, nog interesse zou gaan tonen en waarschijnlijk nog 1 aanbieding zouden gaan doen. Ancelotti heeft gezegd dat de selectie klaar is. En dat betekent dus ook dat we dit jaar geen overstap gaan zien van Mbappé naar Real Madrid. Maar nog altijd is er een kans dat die transfer gaat gebeuren. En ik denk nog altijd dat de kans heel erg groot is. En naar alles wat deze transferperiode rondom Mbappé en Real Madrid en Paris Saint-Germain is gebeurd, dat de kans heel erg groot is dat Mbappé in de zomer van 2024 misschien gratis weg zal gaan naar Real Madrid
of dat er een bepaalde clausule in zijn contract komt dat deze transfer nog altijd kan gebeuren. Want Mbappé wil deze transfer. En Paris kan hem niet voor altijd binnen de club houden. Dus het gaat heel interessant worden. Er gaan nog heel veel dingen gebeuren waarschijnlijk de komende maanden. Of misschien pas over een half jaar in de winter. Maar dat zien we allemaal dan maar weer. Voor nu blijft Mbappé een speler van Paris Saint-Germain. En die hebben ze ook enorm hard nodig. Hopelijk vond je dit een leuke video. Nog een paar dagen te gaan in de transferperiode. Dus ook nog een paar dagen video's. Abonneer op Twinity en dan zie ik je hopelijk bij de volgende weer terug. De ballen.